ik boeren ken, die kopen eigenlijk grond. Hè? En die zetten, die zaaien, die oosten. Maar Joop zegt, ik doe ook iets anders. Waarom Joop een hospice? Voor een goede doel en voor het probleem die wij gehad hebben, zeg maar met kanker. Ja, mag ik iets op zeggen? Kijk, Joop, heel veel mensen kennen Joop. En ze hebben samen, Joop met zijn broer en met Annie, moet ik dan even zeggen. Ja. Die hebben heel lang opgereisd en hebben ze gewald. En door die verschrikkelijke, vervelende rotziekte, mag ik het zo zeggen. Ja. Staat Joop nu alleen en die heeft zijn hart te laten volgen. Joop, ja, toch. En voor de gemeenschap. Nou, zeg maar, dat huis doen we open, maar is slecht voor de gemeenschap die hier er gebruik van kan maken. Bij de meneer Joop. Ja. En je bent er ook trots op, hè? Ja, ook. Oké. Okay. Dat we het bereid hebben. Ja. Jij bent vrijgezel. Ja. En toch hebben jullie samen een kindje. Ja. Het huis, hè? En dan schakel ik even door naar Lijntje. Lijntje, jij kent Joop heel goed, hè? Ja, ik ken Joop van haven tot God zo'n beetje. Ja. En ja, wat dat kind betreft, ja, het is inderdaad mijn derde kind. Niet het mooiste, want er zijn mijn dochters natuurlijk. Maar het was echt de zwaarste en de langdurigste bevalling, dat kan ik je verzekeren. Dat red je met één knip niet. Nou, daar gaan we niet op. Nee, maar ik heb het over de portemonnee en de knip van Joop. Ja, nee, dat dacht ik al. Maar heel bijzonder, want je bent vanuit het hart ontstaan, en dat is een herhaling van wat ik eerder heb gezegd, maar heel veel, ook vanuit de portemonnee van Joop, maar ook van heel veel energie door jullie, en dat trek je samen op, maar het is een paar jaar later. Nooit het geloof erin verloren? Nooit in te nemen. Alle hobbels en bobbels hebben we samen genomen, we hebben samen gelachen en samen gevoeterd en gescholden en hoppakee, weer er tegenaan en Het komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Dat zei Joop iedere keer, het komt allemaal goed. Ja. En ik denk dat we dat erin moeten houden en ja, ik heb zelf zoiets van wat past hier? Hier past alleen bescheidenheid en hier past alleen hele grote dankbaarheid aan Joop natuurlijk in eerste plaats, maar ja, nog aan al die mensen, al die vrijwilligers en ja, ik wat moet ik nog meer zeggen? Kijk om je heen straks en geniet net zoals wij ook doen. Die energie en die warmte van mijn droom is toch de warmte van de energie van de mensen? Ja, absoluut. Die warmte, die sfeer die hier ook hangt, die in het huis hangt, die we met elkaar volgens mij oproepen. Ik vind het uniek en ik als ik binnenstap, dan heb ik nog steeds zoiets van, hoe is het mogelijk? En dan, je zult niet geloven, maar dan voel ik me steeds kleiner worden. Ik denk van, prachtig. En Joop denkt een pokkenwerk, of niet? Ja. Nee, maar het is nou straks ook voor de gemeenschap hier in de hele regio niet ervan gebruiken, maar van het gebouw, van het huis. Zeg maar, die hoeven niet, zeg maar, en ver, die kunnen hier eventueel als ruimtes geplaatst worden. Geen mens mag eenzaam sterven? Nee. En dat denk je niet alleen, maar dan zorg je ervoor dat dat niet gebeurt. Nee, zo is het in ieder geval. Dat proberen wij tenminste. Dan moet je de nagels van kapot slaan. Ik wil nog graag een keer uw applaus. Ja. Nou zit je langzaam maar zeker staan en zeggen, noem maar op een gedram. Nou, we gaan straks aan de borrel. Ja. Nou, dat gaan we ook zo doen. Het is denk ik een heel bijzonder moment. Als u wil gaan staan en hier aan de voorgevel gaat zich straks iets onthullen. Het wordt dan heel erg bijzonder, joh.